welkom allemaal. Leuk dat je meekijkt. Superleuk om wat namen langs te zien komen. Welkom op deze mooie dinsdagmiddag. Hoop dat je een fantastische week hebt en dat het goed van start is gegaan. Ik hoop dat je gezond bent en happy bent. Vol van de vreugde des Heren. Vandaag een hele speciale dag. We hebben speciale gast vandaag, broeder Jaap Dieleman. En morgen en overmorgen wordt echt een paar leuke uitzendingen. Een paar super inspirerende uitzendingen. Een paar super interessante uitzendingen. Dus we gaan zo meteen gelijk doorschakelen naar dat interview met broeder Jaap Dieleman. Als je hem nog niet kent, nog niet bekend bent met hem, dan, weet je, dan wil je echt, je wil deze tijd niet missen, deze 3 dagen niet missen. Ik heb enorm genoten van het interview. We zijn net klaar met het allemaal opnemen. En echt een geweldige tijd gehad. I'm blessed. Dus ik weet zeker dat het jou ook gaat zegenen. Wat een mooie man van God. Natuurlijk wil ik even hallo zeggen. Ik ben hier alleen even om hallo te zeggen tegen iedereen. Het is goed om Nocklin weer te zien. Zo trouw elke week. En ik zie een hele hoop namen langskomen. Zeg even hallo. Ik zie Zwolle. Verschillende plekken, andere plekken uit Nederland, Hilversum, België natuurlijk weer van de partij. Superleuk om jullie allemaal online te hebben vandaag. En bedankt voor degenen die hem al gedeeld hebben. Groningen kijkt mee. Dus super cool, super cool. Mooie dag, mooie dag. Deze week natuurlijk, vrijdag hebben we Pasen. Of tenminste, een Goede Vrijdag. En dan zondag is het Paaszondag, Resurrection Sunday. Is altijd mooi, want vrijdag zeggen we altijd, Sunday is coming. Dus deze vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we ook een speciale uitzending op Goede Vrijdag om gewoon een boodschap te prediken over het kruis van Jezus Christus, over het bloed dat hij vergoten heeft, over redding dat beschikbaar is gemaakt door hem. Weet je, dat is echt een uitzending die je ook wilt delen met anderen. Die wil je niet missen. Barendrecht. Curaçao, wat leuk. Hoe is het daar op het eiland? Nog nooit geweest, Curaçao. Staat wel op het lijstje. Gaan we binnenkort naartoe. Maar Alphen, hallo Rick. Bless you. Leuk om jullie allemaal te zien. We bidden voor je. Amersfoort, hoi. Nora, hallo. Bidden voor iedereen van jullie. Ik heb hier een paar boeken liggen ook. Van broeder Jaap gekocht. Het heet ook gekocht en betaald. Gekocht en betaald. We hebben de boeken ook gekocht en betaald. Maar we willen er 5 van weggeven deze week. Dus dat zal ik aan het einde van de uitzending ook wel zeggen. Voor iedereen die even een mailtje stuurt. Leiden in the building. My one and only amazing brother Jonathan. Ik heb nog 3 andere amazing brothers. Maar de enige echte Jonathan Kroeske. Maar we hebben 5 van deze die we weg willen geven als je interesse hebt. Dit is mijn favoriete boek dat ik van hem gelezen heb tot nu toe. Allemaal over het bloed van Jezus. En we dachten, dit is de perfecte boodschap voor vandaag de dag. Als we het hebben over Goede Vrijdag en Pasen en zo. Dus als je interesse hebt, we geven er graag 5 weg deze week. Stuur even een mailtje naar info@riveramsterdam.com. En dan gaan we aan het einde van deze week gaan we ze verloten. Of tenminste, een paar namen kiezen en ze weggeven. Dus it will be a blessing to you. God zegen allemaal. Bedankt voor iedereen die hem gedeeld heeft. We gaan gelijk overschakelen naar het interview. Je gaat echt gezegend worden. Het is in 3 delen. Vandaag, dit eerste deel, gaat echt over Pasen. Verzoening die Jezus bracht aan het kruis. Hoe de plaag gestopt kan worden. Ook heel relevant natuurlijk met het hele corona-ding. Ik heb echt genoten. Morgen gaat weer een heel ander onderwerp zijn. En donderdag is echt een knaller. Die wil je echt niet missen. Maar ik kom elke dag even live om even hallo te zeggen. En dan schakelen we door Apeldoorn, Eerlon. Goed om je te zien, man. Many blessings to jullie allemaal. We gaan overschakelen. God zegen. Be blessed door deze teaching. En tot morgen sowieso. Ja, welkom allemaal bij dag 1 van deze Paasspecial. Superleuk dat je meekijkt. Vandaag als speciale gast broeder Jaap Dieleman van Stichting De Helbode, Stichting Abba Childcare. Echt een voorrecht om u erbij te mogen hebben vandaag. Ja, dank je. En deze hele week.
met deze uitzending. Ik kijk er echt naar uit, naar de dingen die we gaan horen vandaag en de komende paar dagen. En ja, ik verwacht gewoon dat we een paar mooie uitzendingen gaan maken. Waar absoluut. Echt, doorgezegend gaan worden. Absoluut. Dus welkom, bedankt dat u er bent. Nou ja, ik zei het al, Stichting De Helbodem, Stichting Abba Childcare, boekenschrijver, schilder, missionair werk in India. U doet zoveel. Vertel eens iets meer over uzelf en voor de mensen die u nog niet kennen. Ja, ik zal proberen het kort samen te vatten, want het is 43 jaar geleden dat ik tot geloof kwam. Wow. Toen ben ik begonnen eigenlijk vooral als evangelist en ik begon te schrijven en ik heb denk ik, nou ja, ik weet niet eens precies, 20 tot 25 boeken geschreven, wow. Zoiets. En de wereld overgereisd om het evangelie te prediken. Leiders toegerust enzovoorts in meer dan 50 landen. En een jaar of 10 geleden werd ik geraakt door de hartenklop van God voor de wezen en de weduwe. Wow. Wow. En toen ben ik begonnen in Kosovo daar ook naar om te zien. Want waar godsdienst is omzien naar wezen en weduwe. Mm. Nou, dat deed ik eigenlijk niet echt. Mm. En ik dacht, ik laat iets liggen wat ook heel belangrijk is in de ogen van God. Nou, daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Maar toen ben ik naar India gegaan en daar is het geëxplodeerd. Wow. Want daar hebben we inmiddels in de afgelopen 10 jaar 51 kerken gebouwd. In 10 jaar tijd? In 10 jaar tijd, bizar. Ja. En 200 waterputten geslagen, meer dan 1000 kinderen opgevangen van de straat en in adoptiegezinnen geplaatst. Wow. En nu zijn we vooral aan het oogsten. Zielen binnenhalen voor koning Jezus. Wauw, schitterend. Ja. Ja, ik krijg gelijk een smile op je gezicht. Ja, schitterend. Ja, ja. 10 jaar pas. Ik dacht dat jullie vanaf het begin af aan eigenlijk van uw bediening al bezig was in India. Maar nee, dat is echt iets van de laatste 10 jaar. Nou, dat is echt snel gegaan dan. Ja, dat klopt. Maar ik was wel eens in India geweest bij andere contacten. Maar het Abba Childcare verhaal, die stichting, dat is... Pakweg 10 jaar nu. Wauw, bijzonder hoor. Ja. Bijzonder. 50 kerken? Ja, 51. 51 kerken. Wat ik zo mooi vind aan het werk van deze stichting is dat jullie doen humanitair werk, om het zo maar even te noemen, maar in samenwerking met de kerk en eigenlijk helemaal voor het evangelie. Ja, kijk, een van de sleutels die God ons gaf is, in het kastensysteem van India, de laagste kasten, de Dalits, de Untouchables, die mogen geen water drinken uit de bronnen van de hoge kasten. Oh, wow. Dus, en water is een fundamentele levensbehoefte. Mm-hmm. Toen zijn we begonnen met waterputten slaan. En eigenlijk heb ik een heel simpele preek. Het water zit in de grond. Mm-hmm. En met Gods hulp hebben wij eruit. En God heeft water wat je ziel reinigt van de zonde. Wow, en wie wil dat drinken? En overal zien we duizenden mensen die zeggen... Ik wil ook dat water hebben. Eigenlijk de boodschap van Jezus die bij de bron zit. Yeah. En nou ja, dat hebben we als contactpunt is dat geweest. En dat heeft geleid tot een enorme oogst. En nu willen we eigenlijk elk jaar 1 miljoen zielen binnenhalen. Geen kleine visie. Nee, maar dat is ook wel mooi om even te vertellen. Want we zijn begonnen met 1 gospel truck. Mm-hmm. En wij gaan vooral naar de onbereikte dorpen. En... nou ja, daar gaan we met zo'n. Dat is eigenlijk een podiumwagen die we hebben laten bouwen. Mm-hmm. En dat doen we 5 keer in de week. En dan, per maand zagen we in het eerste jaar zo'n 2000 zielen. 2 tot 2500 zielen per maand. Dus zo'n 25.000. Maar nou is onze visie om 40 van die trucks te hebben. Om de staat Tamil Nadu, waar meer dan 81 miljoen mensen wonen. Wauw. Is gewoon een staat zo groot als Duitsland. Ja, misschien al groot. Ik weet niet, Duitsland is het 80 miljoen? Volgens mij 79 of zo. Ja. Oh, uit mijn hoofd hoor, weet ik niet zeker. Dan nog iets groter is Duitsland. Yeah. En dan willen we in elke regio zo'n truck. Dus we hebben eerst 1 miljoen nodig om die 40 trucks te bouwen. We hebben er al 5 trouwens. Oké. Okay. En die halen dan per jaar 1 miljoen zielen binnen. Dus, nou, dat is onze droom en daar gaan we voor. Ja, fantastisch, fantastisch. Ja. Mooie dingen. Ja. Geweldig. Hey, je hebt natuurlijk ook een heleboel boeken geschreven, meer dan 20 al. We hebben een paar liggen hier vandaag. Ja. Vertel eens iets meer over deze, want het is natuurlijk ook een paasspecial. Ja. En ik heb nog niet al uw boeken gelezen, maar wel een stuk. Ja. Dit is mijn favoriet tot nu toe. Oké. Gekocht en betaald. Ja. Het bloedverbond.
Ik heb er afgelopen zondag ook over gesproken, over het bloed van Jezus. Hij is het paaslam dat geslacht is. Vertel eens iets meer over dit boek, want dit is echt een aanrader. Ja, dat is zeker. Dat is een, een van de mooie verhalen is, God die gebruikt altijd bloed. Vanaf Genesis wordt er een lam geslacht om de schuld van Adam en Eva hebben gezondigd. Het loon van de zonde is de dood. En dan, God slacht een lam, bekleedt hun met het onschuldige vel van het lam, waardoor ze God in onschuld... Vanaf dag één al. Vanaf dag één. Ja. En dan, het onschuldige dier betaalt dus de prijs, of die krijgt de straf die de mens verdiend had. Ja. De dood is het loon van de zonde. Ja. Nou, dat is een heenwijzing naar Jezus Christus. Wow. En eigenlijk, vanaf Genesis, door de hele Bijbel heen, is dat het verhaal. Wow. En dan hebben we het over een nieuw verbond. Want in het Oude Testament, dan werden allerlei lammeren geslacht als een schaduwbeeld van het volmaakte offer. En als Jezus Christus, de Zoon van God, dan op aarde komt, dan zegt Johannes, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja. En in het Oude Testament werd de zonde bedekt. In liefde bedekte God de zonde. Ja. Maar het bloed van Jezus is nog veel krachtiger dan van lammeren en bokken. Want die kan de zonde niet wegnemen. Die kan wel verzoenen en bedekken. Maar het bloed van Jezus neemt de zonde weg. Wow. En wij hebben deel aan dat nieuwe verbond in het bloed van het lam. Wat we ook deze week weer met Pasen. Want daar gaat dat. Dat gaat niet over paaseieren en paashazen. Wel lekker chocoladeijs. Ja, nee, maar dat mag ook wel. Maar daar gaat het over. En dat boek is, dat is, als wij werkelijk beseffen aan wat voor verbond wij deel hebben gekregen. Ja. Wauw, dat is zo fantastisch. Dat is zo krachtig. Ik word er zo blij, ik wil gewoon een rondje rennen hier zo. door de studio heen. Maar dat is Pasen. Dat is Pasen. Dat is Pasen. Jezus is dat lam. Ja. En vanaf dag één werd er al naar verwezen door God. Exact. En als je daarin gaat verdiepen, dan dat boek is dan natuurlijk ook een studie in het woord van God. Ja. Dan kom je het tegen. Het is de rode draad, letterlijk de rode draad in de Bijbel, is het bloed van Jezus Christus. Ja, wauw. Ja. En natuurlijk ook in deze tijd waarin we nu leven. Ja. Met corona en zo. Misschien dat we zo meteen ook wel even over, iets over dit boek zeggen. Maar dit sluit wel heel mooi aan waar we het vandaag eigenlijk ook over willen hebben. Ja. Want er is natuurlijk van alles gaande in de wereld vandaag. Mensen hebben een hoop angst en onrust vanwege het coronavirus, COVID-19. Ja. En u heeft een heel mooi stukje onderwijs gegeven ook op uw YouTube-pagina. Ja. Op YouTube Jaap Dieleman opzoeken. Dan vind je daar een paar filmpjes ook gewoon heel actueel. Onderwijs, omtrent het virus, Psalm 91, gaan we het later ook nog over hebben deze week. Maar dus een van die filmpjes heeft u het over Passover. Ja. En dat gaat natuurlijk helemaal over het Pascha en het lam dat daar geslacht werd toen Israël uit Egypte ging. En daar haalt u verschillende plagen aan die in het Oude Testament gezien worden. En dat daar verzoening gebracht wordt. Ja. Dat is misschien wel super mooi om het over te hebben vandaag. Absoluut, dat doe ik heel graag. Want kijk, we hebben het al even gehad over Genesis, hè, dat het lam geslacht werd. Maar het Pascha, of Pesach op zijn Hebreeuws, wij noemen het Pasen, of in het Engels Passover. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het feest dat Israël uit Egypte trok. Mm. Ze waren daar 400 jaar in ballingschap. Nou, eerst niet in ballingschap waren ze te gast, maar later kwam er vijandschap. En God leidde ze uit Egypte naar het beloofde land. Mm-hmm. Nou, op de valreep van dat vertrek bij de tiende plaag, want farao wilde ze niet laten gaan. Yeah. Dan geeft God instructies. En die zegt dan tegen het volk van God, tegen de Israëlieten, ik wil dat jullie een lam nemen. En dat lammetje is dan 4-5 dagen in de familie. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar vier dagen. Ja. En je moet je voorstellen, wat is er vertederender dan zo'n mooi klein lammetje? Wow. Hij woonde echt in huis. Ja, die was in de familie. Yeah. En dan moest dat lammetje geslacht worden. En het bloed werd dan aan de beide zijposten en de bovendorpel gestreken. Mm. En het vlees werd gegeten. En ze waren dan ook al bepakt en bezakt, klaar om te vertrekken.
En dan, want hij zei, als het bloed aan de deur is, dan gaat de doodsengel voorbij. He will pass over. Daar komt het Engelse woord pass over. Hij gaat, de engel des doods gaat aan jouw deur voorbij. Omdat het bloed van het lam er is. Yeah. En een van de mooiste beelden die ik dan daarover heb is, en dit is gewoon een schaduwverhaal om het duidelijk te maken. Hmm. Er was een boer in Canada, die stond midden in het graanveld. Hij zag dat het in de fik stond en de wind was naar hem toe. En in dat droge graan kan dat vuur heel snel reizen. Ja. En hij denkt, hoe ontsnap ik hier? En toen dacht hij, weet je wat, ik steek een stukje achter mij in de fik. En even later deed hij 10 stappen terug in de warme as. Ja. En toen kwam die enorme vuurzee op hem af. Maar op 10 meter stopte het, want waar hij stond was het vuur al geweest. Oh, wow. En dit is eigenlijk wat het kruis is. Dit is Pasen, want de Bijbel zegt, het heeft God behaagd onze straf op Jezus uit te gieten. Hmm. Jezus heeft als het ware de straf ondergaan die wij verdiend hebben. Yeah. En als wij dan rennen naar dat kruis, dat is de enige plek onder de zon waar het oordeel van God nooit meer zal komen. Wow. Want daar is het oordeel van God al geweest. Wow. En ik wil zeggen tegen de kijkers, als je nog geen christen bent en je kent Jezus niet, dit is de kern van het christelijk geloof. Dat Jezus, de Zoon van God, zelf de straf gedragen had die jij en ik verdiend hebben vanwege onze zonde. En hij heeft die gedragen. En als je daar dat gelooft en je rent naar het kruis en je schuilt daar, dan kan de dood jou niet bereiken. Amen. Dat is de kracht van het nieuwe verbond. Yeah. En misschien wel mooi ook eens als we aan het einde van de uitzending vandaag bidden. Misschien dat iemand meekijkt die nog nooit bij de voet van het kruis is gekomen. Om daar vergeving te ontvangen, verzoening te ontvangen. Inderdaad. Voor het loon van de zonde, voor zijn eigen zonde. Exact. Dus misschien aan het einde van de uitzending dat we dat kunnen doen. Ja, ook, zeker. Want dan kan je eigenlijk pas echt Pasen vieren. Ja. Want dat is, het heeft niks met paashazen te maken. En ook misschien niks met naar de kerk gaan op Pasen. Nee, het is zelfs nog zo mooi, daar werd ik me bewust van. Als je het bestudeert in het Oude Testament, dan was het zo dat de familie was thuis. En het hoofd van de familie moest het lam slachten. En nu zijn we met de lockdown, zijn mensen thuis en ze denken van nou kunnen we niet naar de kerk. Ja. Maar het Pascha werd in de huizen gevierd, niet in een publiek feest waar iedereen bij elkaar was. Mm. Iedereen vierde het thuis. Mm. En er is dus geen beperking voor God om bij jou thuis te komen via de digitale snelweg. Mm. En dat jij dat Pasen mag vieren en deel kunt hebben. Ja, en het is een individueel ding. Ja. Want ieder persoon moet zelf bij dat kruis komen. En dat ieder huisgezin moest voor zichzelf exact een lam slachten. Hè? Dus exact. Het is niet van, oh ja, mijn ouders deden dit. Of ja, nee. Die en die gelooft dat. En misschien, ieder voor zich. Hè? Kijk, ik zeg altijd, God heeft geen kleinkinderen. Ja. Yeah. En dat bedoel ik in de juiste zin van het woord. Dat mijn kinderen zullen zelf ook een keuze moeten maken om te geloven in de God van de Bijbel. En natuurlijk heb ik ze de weg gewezen. Maar je bent niet automatisch een kind van God. Als je ouders christen zijn. Ja, het klinkt stom, het is een oud verhaal. Maar ik zeg wel eens, je kan naar de garage gaan, dan word je geen auto. Je kunt in een kippenhok kruipen, je wordt geen kip. Je kunt naar de kerk gaan, je wordt geen christen. Yeah. Je wordt pas christen als je je hart opent voor Jezus. Yeah. En zegt, ik geloof dat u de prijs voor mij betaald hebt. Yeah. En dan krijg je deel aan dat onvoorstelbare verbond. Vertel daar eens iets meer over, want ik noemde het net al, er waren wat plagen. Natuurlijk die ene plaag daar, ja. In Egypte, maar er waren ook volgens mij 2 andere plagen die u noemde in die andere video. Ja. Nou, ik heb de Bijbel onderzocht, ik hoorde een gerucht op internet dat met deze Pasen de coronavirus zou stoppen. Nou, dat wil iedereen. Ja. Laten we er wel wezen, iedereen die de wereld is er ziek van. En iedereen wil graag. En ja, dan denk je bij je eigen, is dat wishful thinking? Waar halen ze dat vandaan? En het belangrijkste is dat we het woord van God laten spreken. Ja. En ik denk dat er in het woord van God wel degelijk een fundament ligt. Dat Pasen een rol kan spelen in het stoppen van
plagen. En ik heb een paar van die verhalen eruit gepikt. Ja. En bijvoorbeeld in nummerie 16, dan zondigt het volk en dan zegt God, ik ben het zat met hun. En dan breekt daar een vloek uit. En dan zegt God tegen Mozes, trek je terug uit deze vergadering, opdat ik haar in één ogenblik verteren. Wow. Nou, dit is ook voor sommigen moeilijk, want die hebben van God bijna Sinterklaas gemaakt. Maar hier is God dus blijkbaar boos en die wil dus afrekenen met het volk. En dan, dan werpen ze zich op hun aangezicht. En Mozes zei tot de Aaron, neem een vuurpan, doe het vuur in het altaar, leg het reukwerk erop en ga vlug en doe verzoening over hen. He, dus hij bracht een offer. En dan staat er, en hij snelde tot midden onder de gemeente en zie, de plaag was onder het volk begonnen. Toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. Wow. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op. Wow. En zij die gestorven waren, waren 14.700. In één keer hield die plaag op. En dus wat we kunnen leren uit dit verhaal is, er is hier een bovennatuurlijk ingrijpen. God was vertorend, maar er werd verzoening gedaan. Dat raakte het hart van God. En in één keer was het klaar. Ja. Dus, en om te bevestigen dat dit niet één keer, maar wel 3, 4, 5 keer in de Bijbel staat. Ja. Het volgende verhaal is een paar hoofdstukken verder. Dat opnieuw het volk als het ware zondigde. En er waren toen vurige slangen. Oh ja. En er staat er, zodat er velen van Israël stierven. Daarom kwam het volk tot Mozes en zei, we hebben gezondigd. Want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. We moeten goed beseffen, de dood is er door de zonde. En is zonde, ligt altijd aan de oorzaak van ziekte en dood. God is geen Sinterklaas, maar als we onze zonde erkennen en beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om te vergeven en te reinigen. Hier beleiden ze hun zonde. En toen bad God Mozes ten gunste van het volk. En de Heer zei, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ja. En dan staat er, en wie wanneer een slang hem gebeten had op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Wow. En wat we hier dan ook opnieuw zien gebeuren, er was geen medische oplossing, er was geen serum, maar in het geloof kijken naar die slang. En we weten uit het Nieuwe Testament in de uitleg dat deze slang een symbool is van Christus die gekruisigd is. Yeah. Hij werd als de zondebok, hè, als een slang gekruisigd. Yeah. En als we opzien naar het kruis, dan wordt de macht van de zonde geneutraliseerd. Wow. En ik geloof dat dat geestelijk, maar hier gebeurde het ook letterlijk. Yeah. Hè, dat dus als het ware de zondemacht werd geneutraliseerd, omdat zij hun blik richten op Christus. Op, ja. Ja. En dat hij verzoening bracht. Ja. En er staan meer, deze vond ik dan ook geweldig, dat is dan waar we het net over gehad hebben. Het Pascha, dat de doodsengel ging in Egypte, allereerstgeborenen van mensen en dieren. Moet je voorstellen wat een verschrikking dat geweest moet zijn. Maar wat ik geloof, en als je geen christen bent en je kijkt nu naar ons gesprek, ik wil dit tegen je zeggen, dat ik geloof dat er Egyptenaren waren in die tijd dat Israël in Egypte was, die dachten, weet je wat, ik doe ook dat bloed aan mijn deur. En je hoeft niet naar de kerk te gaan. Het gaat er niet om dat je nou een beleidend lid bent van een of andere kerkelijke organisatie, maar al heb je nog geen eens een christelijke achtergrond. Ja. Als jij gelooft in dit verhaal en je doet wat de Egyptenaren deed en je zegt, ik wil ook dat bloed als het ware aan de deur van mijn leven, zodat de macht van de dood en de duivel en de ziekte geen toegang heeft, dan zal God dat honoreren, jouw geloof, en dan zal de engel van de dood ook aan jouw deur voorbij gaan. Wow. Is dat niet geweldig? Dat is geweldig, ja. En hier zien we dus ook het bovennatuurlijk ingrijpen dat er, ja, je zou zeggen, waarom stierven we ze wel in Egypte en niet in het land Gozen? Waarom niet vanwege dat bloed? Yeah. Dat is weer dat verbond. Yeah. Yeah. En dan heb ik nog één verhaal, dat vond ik ook zo geweldig. Als David dan zondigt, dat zie je weer, zonde speelt een rol ook in ziekte en dood. Dan zegt God, je hebt mijn ongenoegen opgeroepen en je mag kiezen.
7 jaar hongersnood, 3 maanden vluchten of 3 dagen de pest. En we kunnen gerust zeggen dat corona de pest is. Ja. En dan David zegt, laat me alsjeblieft niet vallen in de handen van mensen. En dan komt de pest. En dan beginnen daar mensen ineens te sterven. En je zou bijna zeggen, dit lijkt het plaatje van wat we vandaag met corona wereldwijd zien gebeuren. Als je dan hoort dat er al 10.000 mensen zijn overleden en gepakt door die verschrikkelijke virus. En dan zegt David, Heer, waarom moeten zij lijden door mijn zonde? En hier zie ik nog een belangrijke boodschap. David ging pleiten bij God. Ja. En ik wil ook ons koningshuis, de premier, de leiders van ons land oproepen. Hier is de koning van een land die niet naar de politiek gaat. En niet naar de medische, en niet naar de economen, niet naar het leger. Maar die roept de God van de hemel aan. En die zegt, God wees mij genadig, laat het volk niet onnodig sterven. En dan krijgt hij ook weer de instructie om een offer te brengen. En dan richt hij een altaar op de dorsvloer van Arauna. Dat is heel interessant, dat is het huidige tempelplein in Jeruzalem. Oh. Maar daar hebben we het misschien een andere keer over. En dan staat er dit, toen hij dat offer gebracht had, en David bouwde daar een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en vredeoffers. Er werd dus weer bloed gestort daarop. En toen liet de Heere zich verbidden ten gunste van het land. En de plaag werd van Israël weggenomen. En ik geloof, God is nog steeds dezelfde. Ook 2020. En als wij tot hem bidden, en vooral als de leiders van het land het doen, die een hoge gezagspositie hebben, dan zal de God van de hemel horen. En hij zal wonderen doen. En in dat geloof predik ik ook deze boodschap. Ja, amen, amen. Wat ik zo mooi vind aan alle vier deze verhalen is dat je, u zei het net al, bij allemaal werd er bloed vergoten. Of in ieder geval bij allemaal is er een plaatje naar het verzoeningswerk van Christus. Ja. Dat het lam, het paaslam dat geslacht werd. Dat de koperen slang, zoals Jezus opgeheven zou worden aan het kruis. Ja. Zo werd die slang daar opgeheven. En ieder die zijn oog richtte op hem, die werd gered van de plaag. Dan had je natuurlijk David daar die bloed vergoot met een offer. Ja. En de andere waar ook een offer gebracht werd door Aaron, de hoge priester, die natuurlijk ook een beeld is van Christus. Ja. En de Bijbel spreekt er ook over dat Christus God, de mensheid met God verzoend heeft. Dat God de wereld verzoend heeft met zichzelf door het offer van Christus. Absoluut. En dat is precies wat we vieren met Pasen natuurlijk. Dat al die plaatjes, ja, die schaduwbeelden die God hier geeft, in real life situations, in echte situaties met een echte plaag, dat God daar elke keer vooruit wees naar het offer dat hij zelf zou brengen, ja, door Christus en door dat bloed. Daarom hebben wij nu, geloof ik, ook vrijheid en dat wij nu ook bescherming hebben van de plaag. Het bijzondere is, dit is een man uit Amerika, die profeteerde dat we dit jaar Pascha echt zouden moeten vieren en beseffen wat het betekent. En dat profeteerde hij in september vorig jaar. Wow. Toen was er nog geen sprake van corona. Nee. En ik geloof, want ja, ik las die profetie en toen dacht ik, wat zegt Gods woord hierover? En daar heb ik deze teksten gevonden. En ik geloof dat we dit jaar, 2020, Pasen moeten vieren met het besef wat het werkelijk betekent. Dat het plaatsvervangend, de prijs is betaald voor onze zonde. Onze ziekte en onze dood. En dat dat niet alleen maar spiritueel is, maar dat dat ook in kan grijpen nu, zoals in de tijd van God is dezelfde. Hij is niet veranderd. Hij is gisteren, vandaag, heden en morgen dezelfde. Wat hij deed in Bijbeldagen, kan hij opnieuw doen ook in deze tijd. Ja. Ja. Als wij tot de levende naar God hem kijken. Hè? Ja, ja, naar hem kijken. Naar ons richten. En ons dat is wel mooi wat je ziet gebeuren. Is dat je overal kerken en heel veel gelovigen ook avondmaal ziet vieren. Ja. Meer dan ooit tevoren, denk ik. Dat we allemaal meer en meer een besef hebben van, hey, zijn lichaam werd gebroken, zodat wij heel kunnen zijn. Zijn bloed werd vergoten, zodat wij verzoening hebben. Is dat nog iets dat mooi is om misschien te benadrukken tijdens Pasen? Ja, ik geloof dat je kunt zeggen dit. Het Mosaïsch verbond, wat begon dus met het Pascha in Israël. En dan komt Jezus en die zegt, Die viert op de avond dat de Joden Pascha vieren en zegt, ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Yeah. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed.
En dat oude verbond is al heel goed voor Israël. Dat heeft, we kunnen de wonderen in de Bijbel lezen. Hoe God bovennatuurlijk vanwege zijn verbond met Israël het volk beschermt. Hmm. Dat ze overwinningen halen enzovoorts. Maar ze waren niet volmaakt in het houden van het verbond. Dat konden ze niet. En dan zegt Jezus, ik geef een nieuw hart. En ik ga een nieuw verbond geven. Een vlezen hart. En ik schrijf het in hun hart. En wij hebben deel aan dat nieuwe verbond. Hmm. Wat beter is dan het oude verbond. Betere beloftes. Betere beloftes. Ja. En die beloftes zijn zo fantastisch. Dat wij als het ware kinderen van God mogen worden. Niet ja. dat wij werkelijk geadopteerd worden. Dat God onze vader is. Dat wij zijn kinderen zijn. En dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. En dat wij zijn bescherming genieten. Ja, ik kan het nooit even zo zeggen. Niet de drie woorden uit te drukken. Ik zou mensen willen aanbevelen om de Bijbel te bestuderen, maar ook dit boek kan je helpen. Ik ben in de Bijbel gedoken en ik heb al die teksten eruit gefilterd. En gewoon, wauw. En wat zo mooi is aan het bloed natuurlijk en het echte offer van Pasen, waarin God de wereld verzoende, is dat de ergste zondaar, de persoon met de grootste schuld, die eigenlijk nooit voor God zou kunnen komen, helemaal gereinigd wordt. En natuurlijk zelf u ook. Ja. Volgens mij niet in de kerk opgegroeid, tenminste niet altijd heel netjes geleefd. Ik ben wel gelovig opgevoed, okay. Maar ik ontspoorde helemaal in de drugs. En als er iemand de hel verdiend had, dan was ik het wel. Maar de genade van God is zo onvoorstelbaar. En ik wil zeggen, als je nu kijkt, hè, en daar moest ik laatst ook zo aan denken, dan hangt Jezus aan het kruis en dan hangen daar twee moordenaars. En de kruisdood is een gruwelijke dood, daar kun je van alles over lezen. En dan zegt die ene moordenaar, die zegt tegen Jezus, als je de zoon van God bent, nou kom dan van dat kruis af en help ons ook, weet je wel. Mm. Maar die ander zegt, hoe durf jij zo te spreken? Wij hangen hier terecht, maar hij is onschuldig. En dat klopt, Jezus heeft geen schuld, hij heeft onze schuld op zich genomen. Mm. En dan zegt die moordenaar die andere, en jij mag kiezen of je maakt het christelijk geloof belachelijk en het kruis belachelijk, of je kan doen wat die andere moordenaar deed. Ja. En die zegt, Heere, gedenk mij als gij in uw paradijs bent. Ja, als gij in uw koninkrijk komt of zo. Hè? Gedenk mij. Ja. En dan denk ik, wat geweldig is dat, want die man die kon niet meer een goed leven laten zien. Zijn voorgeschiedenis was alleen maar rottigheid. Hij kon niks meer bewijzen, maar voor God was dat voldoende, meer dan voldoende, om te zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als jij kijkt naar deze uitzending, het enige wat je hoeft, Heer, gedenk ook mij. Kijk naar hem. Wees mij genadig. Ja. Als jij je hart opent, hè, natuurlijk, als je nog gaat leven en als je niet sterft, dan hoop ik dat je ook een goed leven gaat leven, wat in overeenstemming is met je geloof. Maar als je daar geen tijd meer voor hebt, mag je weten dat je wordt niet gered door je goede leven. Je wordt niet gered door jouw werken. Je wordt gered door zijn werken. Door het offer dat hij bracht. Jouw offers doen niks goeds. Het is zijn volmaakte offer, waardoor wij met God verzoend zijn voor altijd. Zou u willen bidden voor de personen die kijken? Misschien ten eerste voor mensen die nog nooit bij de voet van het kruis zijn gekomen en hebben gekeken naar hem, hoe hij hun plaats innam. Heel graag. Ja, ja. Dat lijkt me mooi. Ja. Halleluja. Ik zou willen zeggen, als je bent geraakt en je hart zeg je, ja, dat wil ik ook, bid dan maar met mij mee dit gebed. Met heel je hart. Zeg maar, Heere Jezus, dank u wel dat u de straf voor mij gedragen heeft. Dat u bent gestorven aan het kruis. Dat u naar de hel gegaan bent. Dat u alle ziekte, zonde en leed op u genomen hebt. Opdat ik mag leven. Opdat ik naar de hemel mag gaan. Opdat ik vergeving ontvang. Opdat ik met u verzoend kan worden. Ik geloof dat. En ik open mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Reinig mij. Was mijn zonde weg. Met uw kostbaar bloed. Wat de kracht heeft om mij een nieuw hart te geven. Ik ontvang het in geloof. En ik dank u dat u mij vergeeft. Ik dank u dat u mij schoon was. En ik vraag u nu. Open mijn verstand. Dat ik u kan begrijpen. En open mijn ogen.
dat ik u ga zien. Open mijn oren dat ik u kan horen. Maar bovenal open mijn hart. Dat ik u mag kennen en liefhebben en dienen en volgen al de dagen van mijn leven. Totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wow, powerful. Als je dat meegebeden hebt vandaag met broeder Jaap, dan wil ik je vragen, stuur ons een mailtje naar info@riveramsterdam.com. Zou je super graag van je horen. Het is de beste keuze die je ooit kan maken. Wij hebben het allebei niet verdiend, dat geweldige geschenk van redding en verlossing en verzoening met God. Ja. Maar als je dat meegebeden hebt, dan wil ik je laten weten dat vandaag dat je recht staat voor God. En als God jou ziet, ziet hij het bloed van het lam, Jezus Christus. Het is op de deurposten van je huis gesmeerd. En je staat recht met God. En natuurlijk, blijf dat leven leven. Dat recht leeft met God. Daar willen we je in helpen. We willen je een Bijbel toesturen. En vandaag geven we ook een van deze boeken weg. Dus als je een van deze boeken wil, dan moet je even een mailtje sturen naar info@riveramsterdam.com. Zeg, hey, ik wil er eentje. Dan gaan we van die mensen die dat inzenden, gaan we er eentje uit kiezen en gaan we het naar je toe sturen. Al gewoon om je te zegenen. God zegen. En u hebt nog een ander boek meegenomen ook. Ja. Het mysterie van de opname. Ja. Dat is wel heel gaaf. Ook over de kerk die straks natuurlijk, weet je, ik geloof we leven in de eindtijd. Ja. En op een gegeven moment komt Jezus daar terug voor zijn bruid, voor zijn kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed. Absoluut. En dan komt hij ons halen. Ja. En nou, misschien wat we doen, hè, als een cliffhanger. Ja. Want morgen gaan we het hebben ook over een stukje eindtijd en de gebeurtenissen in de wereld vandaag. Ja. En de dagen waarin we nu leven. Daar heeft u een hele hoop kennis over. Daar, waar ook heel veel over staat, denk ik, in dit boek. Absoluut. Dus morgen gaan we het daar meer over hebben. Dus heb je interesse, mis het morgen niet. 4:00. Love you. Dankjewel voor het meekijken. En tot ziens. Fantastisch.